Hoi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig een YouTube afspeellijst kunt verwijderen. Nadat je bent ingelogd op YouTube, ga je met je muis naar de rechterhoek en klik je op het icoon. Vervolgens ga je naar Create Studio, daar klik je op. En vervolgens ga je naar de linkerkolom, ga je naar Videobeheer, daar klik je op. Vervolgens klik je op afspeellijsten. Daar klik je op en dan zie je alle afspeellijsten die je hebt. Dan ga je naar de rechterkant en dan klik je op bewerken. Dan zie je de betreffende afspeellijst die je hebt geselecteerd. En vervolgens klik je op instellingen voor afspeellijsten. Daar klik je op. En dan zie je dat de afspeellijst openbaar is. Maar je kunt hem ook uiteraard op uh, niet vermeld zetten of privé. Maar in dit geval hebben we een openbare afspeellijst. Vervolgens klik je op afspeellijst verwijderen. Weet je zeker dat je nou in dit geval test 2 wilt verwijderen? Het is permanent. Ja, verwijderen. En je ziet. Je YouTube afspeellijst is verwijderd. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je een YouTube afspeellijst kunt verwijderen? Stel je vraag even hieronder en ik ga jouw vraag direct beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Ik zie jou terug bij de volgende video. Heb je mijn vorige deel nog niet bekeken? Bekijk dan gelijk deel 24. Of het volgende deel, het laatste deel van deze YouTube-cursus, deel 26, je de YouTube-account volledig verwijderen. Of bekijk gelijk mijn nieuwe videoreeks: Google Hangouts en YouTube Stream.